Op de tweede dag van de KWPN Hengstekeuring staat er een talentenrubriek op het programma, waaraan 3 springruiters deelnemen. Maar wie gaat er winnen? Ja, ik natuurlijk. Ik? Ja, ik natuurlijk. Eerst maar eens even de uitleg van de rubriek. 3 springruiters uit het Rabotalententeam nemen hun eigen KWPN gefokte paden mee. Zij rijden een wedstrijd waarbij ze niet alleen hun eigen paard rijden, maar ook een parcours afleggen op de paden van hun collega's. Rijkunst speelt dus een hele belangrijke rol. Hoe snel en gemakkelijk kunnen ze zich aanpassen aan een voor hun vreemd paard? En zijn de paden zodanig geschoold dat ook een vreemde ruiter er gemakkelijk mee overweg kan? De paardenwissel, de formule van het wereldkampioenschap met de Rabo Talenten. Welk paard vond je het makkelijkst? Die verandering aan. Waarom? Ja, dit is heel makkelijk eigenlijk. Dit liet zich fijn rijden, voorzichtig paard. Die voor mij is eigenlijk ook wel een goed springpaard, maar het kan iets sterk worden. En ook iets kijkerig natuurlijk in zo'n accommodatie. En die van Michel was nog iets sensibel. Maar het waren alle 3 wel fijne paarden. En dan win je? Nou, dat moet toch een lekker gevoel geven? Ja, echt super. Ja. Het is denk ik leuk omdat het is een rubriek vol verrassingen. Je weet niet van tevoren wat er gaat gebeuren, hoe het paard reageert, of een ruiter met een bepaald paard overweg kan. Soms valt mee, soms valt tegen. Ik denk dat het een rubriek is vol verrassingen en dat het daarom ook leuk is voor het publiek. En viel het mee of tegen? Het viel mij mee. Michel en Sjaak hadden ze ook goed getraind, dus dan is het in principe, mag het dan eigenlijk geen probleem zijn. Ja, het is een leuke rubriek. Is niet elke dag zoiets. En Michael kwam eergisteren met de vraag, want hij mocht Bordeaux rijden. Daar heb ik even over nagedacht, maar ik vond het wel leuk om te doen. Ja. Hoe anders is dat dan, om op iemand anders een paard te zitten? Ja, dat is natuurlijk anders, vooral als het zo snel moet gaan. En je moet meteen parcours rijden. Dus even aanvoelen hoe het paard is. En dan toch een beetje de middenweg proberen te zoeken. En dan zo goed mogelijk je best doen. Perfect, dames en heren. Frank Kloos, Michel Hendricks. Heb je nog een beetje spanning zo, als je op een ander paard zit? Ja, tuurlijk, want je wilt het goed doen. Hè. Je kent hem nauwelijks, dus iets spanning heb je wel. Ja. Had je dit wel eens eerder gedaan? Nee. Ik heb nog geen wereldkampioenschappen gereden, dus niet eerder gedaan. Ja, want dan moet je even uitleggen. Het wordt dus alleen op wereldkampioenschappen gedaan? Ja, normaal wel, ja. Alleen wereldkampioenschappen, de beste 4. Die doen ruiterwissel verder, komt eigenlijk nooit voor. Dat is een stap naar. Ja, een keer oefenen. Stuur in ons midden, feliciteert Jacques Leijnering met zijn overwinning. Rijk vanavond voor Stal Roloffs, weer Sada.